Betsy Beks, een toverheks, heeft een kleine supermarkt met wanden van takken gevlochten, met schotse en scheve bochten. Op een donkere plek in het bos, naast het holletje van een vos. Ze maakt van bramen en bos, bessenjam, van frambozen, rode limonade, grandioze, haar konijnen, gekeutelde dropjes. Daar is iedereen mee in zijn nopjes, ze verkoopt zelfs kannetjes stroop. In haar winkel van Sinkel is alles te koop. Betsy Beks heeft een supermarkt, met wanden van takken gevlocht.